Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met The Sims. En we gaan verder waar we gebleven waren. Ik hoop dat we deze aflevering iemand bij Rick gaan vinden. Of voor Rick gaan vinden. Want het is best wel eenzaam. Maar als Rick wakker wordt, dan gaat hij lekker een ontbijtje maken. Sociaal gaat hij ook heel erg achteruit. Dus als hij een vriendin heeft, zou dat best wel goed kunnen helpen. Hebben we nog was? Zakken doorzoeken. Want ik heb gezien dat er soms geld tussen zit. En dat kunnen we heel goed gebruiken. Oh. Ik zal dus niet zien. Summer holiday gaan we het proberen. Maar waar gaan we naartoe? Dat is de vraag. Wie woont daar nou? Zullen we gewoon naar de Blue Velvet gaan? Ze is ook jong volwassene. Green. Mwa. Zo. Heb ik een vloef? Deze is een kratje. Chalkaby, Shabashu Kanui. Waga Fruge. Warba Quest. Befete Felka. Benu. Ah. Nistivi Flina. Shelsh. Darza. Mwah. Bash. Warva. Quibs. So. Sheep.
Rawr. Galimbo. Oh. Washing on. Oh, so dark. Rawr. Galimbo. Wat Ik zie het. Lara. Ben Moise van A. Oh, ja, te welk, Shisha. Oh, Ringo. Lido, oh. Oh, wat is? Ah, Oh, Lefetau. Apago, Frieza. Fuba. Oh. Azar. Nou, het schiet niet echt op. Eerst kus. Lekker klets is dat, zeg. What the fuck? Luigi, they're betrayers. Needs a Monty. She's dead, though. Ringo. Vaste verkeering vragen, yes. Is you know Winnie? Yes. Oh, in a fudge. Oké, okay, we hebben het geregeld. Ze hebben nu vaste verkering. Rick moet naar de wc. En ja, plezier heeft hij niet zoveel. Maar hij valt nu niet zoveel aan te doen. Dan ga je naar huis. Gamen kan hij niet. Ja, oh, hij gaat op tv kijken. Maar ik wilde eigenlijk...
opslaan en naar wereldbeheer gaan. Dat wilde ik dus gaan doen. Ander huishouden. Hier. En dan Summer hier naartoe. Of zullen we eerst trouwen? Nou, laten we maar eerst. Ja, laten we maar eerst gaan trouwen. Misschien krijgen we dan wel wat geld van haar. Kees komt dus zo langs. Dus met andere woorden, is er al bijna. Of ze is er al. Darna. Vriendelijk zijn. Oh. Roos aanbieden. Oké, handkusje even. Oh, kinder. Ze kunnen nu een kindje proberen te maken. Nou, laten we maar eerst wat anders doen hoor. Goed. Ik wil eigenlijk een aanzoek doen. Zo, niveau. Kel? Oh, meer keuzes, vriendelijk. Enthousiast zijn. Smoosh. Meer keuzes, liefde. Aanzoek doen. Ja, we kunnen een aanzoek doen. Snurbiava. Quarbol. Dienst. Chamoe. En dan bruiloftplannen onmiddellijk met Summer trouwen. We gaan. Oh mijn god, het is eigenlijk best erg. Want ik heb een paar afleveringen gezegd dat we niet zo snel moesten gaan. Maar dit mag toch wel eventjes zo zijn. Trekken samen in. Klik op OK om naar huishouden splitsen en samenvoegen te gaan. Om aan te passen welke sim in welk huishouden zullen wonen. Oké. Dus nu gaan we ervoor zorgen dat Summer bij ons komt wonen in ons huis. En dan begint de Sims weer echt. Heeft er geen geld of zo? En wie is dat? Nou, ik vind dit wel oké. We gaan terug naar het huis, hoop ik. En dan kunnen we gaan spelen. Laat weten of ik in de volgende aflevering een kind moet maken. Of ik nog moet wachten. Ik hoop wel dat ik een kind mag maken. Maar
ik moet het wel ook rustig aan gaan doen, want anders gaan we weer te snel, net zoals de vorige keer. Hoe ik het deze keer wil aanpakken is eigenlijk best makkelijk, want als we kinderen hebben, dan gaan we die niet laten verhuizen. Die laten we in dit huis houden. Dus we wachten gewoon eigenlijk iedere keer tot de oudste generatie, zeg maar, overleden is. En dan, ja, jullie snappen het wel, denk ik. Maar dus eigenlijk, als de dingen vol is, en dan heeft Rick bijvoorbeeld een kind, en die kinderen hebben weer een kind, en er is geen plek meer, dan kun je helaas geen kind krijgen totdat Rick, zeg maar, en Summer, zeg maar, ouderen zijn geworden en overleden. Dan pas kunnen zij, zeg maar, kinderen krijgen. Maar voor de eerste keer laten we maar gewoon eventjes met Summer een kindje proberen te maken. Oh ja, met Summer een kindje proberen te maken met Summer. Oh joh, ze heeft al werk en ze moet over een uur aan het werk. Oh ja, dat werk is hartstikke laat natuurlijk. Oh nee, nu komt hij langs terwijl we... Oh ja... Oh nee, hij komt binnen terwijl we een kind aan het maken zijn. Dat is toch super gênant. Zwangerschapstest doen. En Rick, jij gaat... Nou, hallo. Ja, ze is zwanger. Vragen of... praten over koken. Oké, Summer die moet zo denk ik naar haar werk. Ik weet niet hoe laat, maar... Waarom hoeft ze niet te werken? Oh jawel, ze gaat nu werken. En wat is Rick aan het doen? Oké, Summer. Jij gaat met collega... Nee, bah. Ik ben getrouwd, meid. Summer, rustig aandoen. Keihard werken. Misschien krijg je dan een snellere promotie. Zo. En verkeerde. Rick gaat koffie zetten voor 8 euro. En hij gaat niet weer een... Oh nee, sorry Summer. Rick gaat koffie zetten voor 8 euro. Oh, dan hoop ik zo niet dat we een tweeling krijgen. Dat bedoel ik, er zat nog 30 euro in die zakken. Oh, yes.
En hoe laat is Summer eigenlijk klaar? Ik weet echt niet hoe laat ze klaar is. En dan moet ik even kijken zo. Maar Rick gaat een bakje iets nemen of zo. En dan gaat hij doorspoelen en gebruiken. En honger is hij nu aan het regelen. En dan gaat hij maar slapen zo. Ja. Eerst gaat hij dit opruimen. En Summer is klaar om 1 uur 's nachts. Dat duurt nog wel een paar uur. Cornflakes eten. En we was nog bezig. En dit is. Okay. Wat was dat geluid? Oh, de was is klaar. Was goed. Uitladen en verplaatsen naar de waslijn. De waslijn moet nog drogen, denk ik. Dit is nog niet droog, dus we zullen eigenlijk echt een droge moeten gaan kopen. Nee, dan gaat Rick maar slapen en claimen. Nee, stop met die koffie. Nou, Summer, jij gaat dit opruimen als je terugkomt. En dan zakken doorzoeken. Niet zo heel lang meer, denk ik. Nog een uurtje. En dan gebruiken. Oh, ze is misselijk. Nou, dan gaat ze denk ik maar ontbijtje dineren. Dus die voor 3 euro. Dat kan toch niet. Ik haal een tosti voor 50 cent. Jee, 9 euro. Waarom is het nog niet droog? Ze begint al dikker te worden. Maar ze heeft 500 euro, dus misschien betekent dat dat we een droger kunnen kopen. Ik hoop het wel. Yes, we kunnen een droger kopen. We houden alleen niet heel heel veel over, dus dat bedoel ik. Verkeerde kleur. Deze. Of zullen we ze zwart doen? Dan ga je de was goed
uitladen en verplaatsen naar in het droge leggen. De was doen. Ik denk dat haar ritme echt helemaal wegvalt, denk ik, uiteindelijk. Rick is al bijna wakker, maar dan gaat hij koken. Tuinsalade, eindelijk, hij kan weer een tuinsalade maken. Was goed. Drogen. De was in de wasmachine leggen. Oh nee. Verkeerd. Geen drinken. Nee. Oh mijn god, kan ik echt helemaal niks. De was doen in de wasmachine leggen. Was goed drogen. En dan opruimen. En dan de was wassen. Oh nee, zo. De was doen, in de wasmachine leggen. En dan de was goed wassen. En dan, mijn god, dat duurt echt lang. Dan ga je denk ik naar bed. Claimen en slapen. Honger. Rick slaapt ook lang hoor. Hij moet trouwens werken om 10 uur dus. Kom maar je bed uit. En je gaat deze legen. Eindelijk is het droog. Kunnen we misschien dit ding verkopen, denk ik. Dat kan wel. Maakt niet uit dat er nog kleren op hangen, denk ik. We hebben misschien ook weer een beetje geld. En aangezien we die niet meer nodig hebben. Dan de was goed opvouwen. De post is vandaag bezorgd. Gaan we het krijgen hoor. Rekening betalen. Oh, gelukkig. Het is maar 300 euro. Ik heb alsnog te weinig, maar het is gelukkig geen 1000 euro. Dus die automatische lampen waren blijkbaar toch wel een goed idee. Was goed verplaatst naar in de droge leggen. En dan zakken doorzoeken. En dan inderdaad gaan douchen zo. Nadat je naar je werk bent geweest. Oké, de was doen. In de wasmachine leggen. Oké.
moet hij doen. Nou moet hij naar zijn werk. Oké, ze wordt bijna wakker. Dan is ze weer honger, blijkbaar. Laten we dan maar gewoon voor deze keer een snelle maaltijd eten. En cornflakes. En dan gaat zij ook douchen. En tv kijken. Bugmelding. Rick heeft net een stuk software onder ogen gekregen vol bugs. Hij kan er flink voor gaan zitten en al deze bugs zelf repareren of zijn ijverige collega ervan overtuigen om deze taak op zich te nemen. De hete aardappel doorspelen. De bugsmel. Ik denk die. Oké. Rick speelt de klus aan de collega door als een hete aardappel lijkt te werken. Hij moest het zelf doen. Maar als je zegt bugs melden, dan ja, laat maar zitten. Was goed opvouwen. Oh, ze moet alweer over een uur naar het werk. Voel me even niet goed. Nou, precies wel wat beter. Ze begint echt zwaar te raken, joh. En dan weg. Nee. Bluisding schoonmaken. Dan de was doen. Inventaris plaatsen. En de wasmand brengen. En zakken doorzoeken. De was doen. En droog leggen. Dan was goed drogen. Zakken doorzoeken. Oh, ze moet naar de werk. Laat me zitten. Ver achteruit gegaan. Douche. Plezier is ook wel weer naar achter gegaan. Dus ga maar naar tv kijken. Het is al 18 uur zo geweest en hij is klaar om 19 uur. Oké. Waar blijft hij dan? Oké. 300 euro. Dat gaat lekker. Dat was goed. Opvouwen.
En de was doen en de wasmachine leggen. Geen te veel. Thank you, Rob. Wake the deer. Thank you for the present. Was goed wassen. Wat is dat geluid? Oh, steam. Dan gaat Rick naar bed. Oké, mooi. Oké, ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Hij is volgens mij iets langer dan normaal. Maar ik heb echt zo'n zin in. Ik ben gewoon zo blij dat we eigenlijk opnieuw beginnen. En deze keer legit gaan spelen. Geen cheats. Maar hebben jullie van deze aflevering genoten? Doe een blauw duimpje omhoog. Laat in de reacties weten de naam van het kind. Een jongen of een meisje. En ja, dan zie ik jullie eigenlijk de volgende keer.